Ook vandaag heet ik u welkom tijdens dit half uurtje adventsdienst vanuit Korps Dordrecht. Het thema vandaag is Licht der Hoop. We horen verzoekliederen van mensen uit ons korps en we ontdekken misschien meer over het licht der hoop door de zang, de muziek en het gesproken woord. Ook vandaag beginnen we met het aansteken van de adventskaarsen. En deze week zijn het er twee. God vouwt zijn wezen naar ons open wanneer hij mens wordt, zoals wij, en ons in Christus weer leert hopen op een hernieuwde maatschappij. Het muziekkorps zal nu voor ons spelen het lied Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Zing het maar mee, want we hebben toch allemaal die hoop zo nodig. Nina Groen zal ons voorlezen uit de Bijbel, uit Lucas 2, de versen 25 en tot 32. En ze leest het uit de basisbijbel, het verhaal van Simeon. Er woonde in Jeruzalem een man die Simeon heette. Hij was een gelovig man die leefde zoals God het. Hij keek uit naar de dag dat God zijn volk Israël zou redden en troosten. De Heilige Geest was op hem en de Heilige Geest had tegen hem gezegd dat hij voor zijn dood de Messias zou zien. Die dag stuurde de Heilige Geest hem naar de tempel. Jozef en Maria brachten Jezus binnen om met hem te doen wat ze volgens de wet van Mozes moesten doen.
Toen nam Simeon Jezus in zijn armen en hij prees God. Hij zei, nu let u Heer, uw dienaar in vrede sterven, zoals u ook heeft gezegd. Want nu heb ik hem gezien, door wie u alle volken gaat redden. Hij is het licht voor alle volken. En vanwege hem zullen de mensen het volk Israël dankbaar zijn. Simeon was een man die zijn leven duidelijk liet leiden door God zelf. En dat is voor ons allemaal weggelegd. Als we ons openstellen voor Gods leiding, erop vertrouwen dat Hij het beste met ons voor heeft. En dan kunnen we net als Simeon zeggen, de woorden van lied 244... Het verzoeklied van Arie Holland. Ik leef in een wereld waar ik om mij heen duidelijk Gods daden aanschouw. Nooit laat hij een van zijn kinderen alleen, want hij die roept is getrouw. In het laatste vers spreekt een getuigenis door. Ik laat mijn toekomst dus over aan hem, die ik als mijn meester beschouw. Waar hij ook leidt, ik zeg ja op zijn stem. Want hij die roept, is getrouw. Dankjewel, Arie, voor de keuze van dit lied. De zanger Stef Bos heeft een mooi liedje geschreven over licht. En we gaan daar nu naar luisteren en naar kijken. Thank you.
Het wordt steeds vroeger donker, de winter is in zicht. Alles keert zich naar binnen, de gordijnen gaan weer dicht. Maar de tijd staat op een kruispunt en niemand weet waarheen. De schoonheid is soms ver te zoeken en de dromer staat alleen. Dus geef licht, geef licht. Voor een uitweg uit het donker, geef wat er vaak niet is. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht. Geef, geef, geef. Geef licht. Zie de wereld om ons heen. Zie de leugen die regeert. Zie de ongeleide leiders en hun volk dat crepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein om het niet te willen zien, dus geef licht, geef licht. Geef ruimte en geef uitzicht voor wat er vaak niet is. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht. Geef, 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 geef. Geef licht. Ik stak mijn kop onder de grond, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei, je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, hij geeft licht. Geeft een uitweg uit het donker voor wat er vaak niet is. Geeft licht, geeft licht. Dus geef de liefde een gezicht en geef, geef, geef. Geef, geef, geef. Geef licht. Geef licht. Dit liedje spreekt wel heel erg tot ons hart, denk ik. We gaan er zo nog even dieper op in. Maar eerst luisteren we nog naar een lied van de zanggroep. Het lied heeft de titel Het Kind van Bethlehem. En direct daarna mogen we luisteren naar een lied dat Shalom Groen heeft uitgekozen. En ze vertelt daar zelf ook iets over. Thank you.
Vandaag is het mijn beurt om een lied uit te zoeken en ik heb gekozen voor het lied Ik wil uw licht verspreiden, Heer. Dit lied spreekt over een duisternis en ik denk dat als we ergens in de afgelopen periode dat hebben gevoeld, dan is het wel nu, waarin we soms opgesloten zaten tussen vier muren, waarin er veel eenzaamheid was, waarin we elkaar niet gewoon een knuffel konden geven, waarin er angst is en was voor de toekomst en we eigenlijk niet weten wat er gaat gebeuren. Maar het lied spreekt niet alleen over duisternis. Het spreekt ook over hoop. Waarin het zegt, weet je, je kan je licht verspreiden, maar doe dat nou met elkaar. Want als je met elkaar een groot licht maakt, dan maakt het de weg helder. En dan weten we welke kant we op moeten gaan. En dan kunnen we een licht aansteken voor elkaar. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is in deze periode. Wat een prachtig lied.
Ik wil uw licht verspreiden, Heer. Het licht der hoop. Simeon was de eerste die duidelijk maakte dat Jezus de lang verwachte Messias was. En hij noemde Jezus ook het licht. Er was rondom de geboorte al wel een heleboel te doen geweest met licht. De engelen met die enorme legerschaar, ze hadden gezongen voor de herders. Een paar wijzen uit het oosten, die al maanden voor de geboorte een bijzondere heldere ster hadden gezien. En daardoor een verre reis aan het maken waren, op weg naar het kind Jezus. Licht. Het licht in een donkere tijd. En donkere tijden zijn van alle eeuwen. En dan bedoel ik niet zozeer de donkerte van de winter, maar de duisternis van onzekerheid, van onvrede, van onveiligheid. In de wereld van vandaag leven we allemaal in onzekerheid. In een bepaalde vorm van duisternis. Geen enkel land uitgezonderd moet leven met de gevolgen van een virus dat naastig om zich heen grijpt. En het wil zoveel mogelijk slachtoffers maken. Praten over de toekomst, dat lijkt bijna onmogelijk. Huwelijken worden uitgesteld. Vakanties worden nog niet gepland. Onzekerheid over werk en leven is iets wat ons nu allemaal raakt. Niemand uitgezonderd. Jong en oud. De leeftijd van Simeon en de leeftijd van baby Jezus. Allemaal leven we in een onzekere tijd. Toch dankte God, Simeon God, voor het licht. Het licht dat dit kind, Jezus, in de wereld zou brengen. Hetzelfde licht wil Jezus nog steeds in deze wereld brengen. Door ons, zijn mensen, zijn volk, zijn kinderen. Stef Bos zong over datzelfde licht. En hij vertelt het zo. Geef licht, geef liefde een gezicht. En dat is wat wij in Jezus' naam ook zouden moeten doen. We kunnen preken en we kunnen zingen, we kunnen bidden. Omroepen van de daken dat God Jezus als licht der wereld heeft geboren laten worden. In die stal ruim 2000 jaar geleden. Maar nog meer waarde heeft het als we dat lichtende voorbeeld zouden volgen. Dat door ons dat licht van Jezus een gezicht zou krijgen. Dat die liefde in praktijk wordt gebracht. Door ons, door u, door jou en door mij. Mensen van vandaag. In deze donkere tijd. Mensen die God, Jezus, het licht laten zien. En laten voelen. Door persoonlijke aandacht. Door er voor elkaar te zijn. Door in praktijk te brengen wat Simeon zo mooi verwoordde. Dat licht dat de weg wijst naar u, naar God. Kunnen, willen wij wegwijzers zijn? Ja, vandaag gaat het er dus even niet om wat dat licht voor uzelf betekent. Maar wat kan dat licht? Wat kan Jezus voor die ander betekenen, door u, door jou, door mij. Geef het licht van Jezus een gezicht. Gods liefde. Ja, ik leef in een wereld waar ik om mij heen duidelijk Gods daden aanschouw. Ik wil uw licht verspreiden, Heer. Help mij. Zodat we met Simeon kunnen zeggen, wij zijn in Jezus' naam het licht dat de volken de weg wijst naar God. Amen. We kunnen nu luisteren en kijken naar een opname van de moeders- en dochtersgroep, die voor ons gaan zingen. Het lied heeft de titel Shine on Us.
Zullen we samen bidden? Heer onze God en Vader van Jezus Christus, we komen tot u aan het einde van deze tweede adventsdienst. We danken u voor alle zegeningen die we door elkaar mochten ontvangen. We danken u ook dat we door u, de schepper van het licht, ook het licht mogen verspreiden. Help ons om uw licht een gezicht te geven. Dat mensen door ons gedrag, onze daden, het licht van uw liefde mogen ervaren en zien. We bidden voor onze zieken, onze eenzamen, onze oudere makkers die in deze tijd de donkere dagen weer erg lang vinden duren. Help ons om ook voor hen uw lichtende liefde te laten schijnen. Toon ons wat te doen, zoals u ook Simeon toonde naar de tempel te gaan. Help ons allemaal stappen te nemen in ons leven van vandaag. Stappen in geloof, zodat we mensen ook in en buiten onze familie en vriendenkring het licht van het kerstfeest kunnen laten zien. Zegen ons allen vandaag en maak ons tot zegen in de toekomst. In Jezus' naam bidden we dit. Amen. De First Noel is de titel van het lied dat de zanggroep nu voor ons gaat zingen. Wil u graag God zegen meegeven. Mogen we allemaal lichtdragers zijn van God in deze tijd. Mogen we net als Simeon Gods leiding volgen in ons leven. En mogen we door de Heilige Geest gedreven liefde laten zien in een wereld die donker en onzeker is. Mogen God zelf ons zegenen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. In het laatste muziekstuk van vandaag herkent u het lied Het is geboren, het goddelijk kind. Thank you.
Thank you.